Welkom, ik ben hier met Kai. Yo! Kai Gorgels, the one and only. Expeditiepresentator. Dit doe ik altijd bij mensen om te kijken of ze mijn video's kijken. Nee. Maar helaas... Nooit gezien. De laatste video die ik voor jou gezien heb, welke zou je doen en welke niet? Ja, toen zag ik dat niveau, toen dacht ik, ja, hier ga ik echt niet meer zitten kijken. Toen heb ik een boek gelezen. Ik heb iets voor je. Ja, lekker. Een paprikaatje voor je. Wees er gelukkig mee. Mm-hmm. Ik hou echt van paprika. Ja, je hebt wel een wit shirt aan, dus ik zou oppassen. Mm. Jij bent echt een van de weinigen die dit zeggen. Normaal zou ik zeggen mensen, dat zijn allemaal van die vleeseters en zo. Die zeggen, ah ja, ik ga het niet dit rauw opeten, man. Ik ben gek op paprika, ik snap het wel. Ja, ik loop echt alleen met de morsen al de hele tijd. Kijk, nu heb ik al god. Je loopt er lekker als een loopse teef. Godverdomme. Ja, pas op voor je met je witte shirt, hoor. Nou, oké, weet je wat? Nog één hap? Ja, leg het maar weg. Normaal gesproken zit ik hier om te kijken naar Expeditie Robinson afleveringen met kandidaten. Maar vandaag heb ik een presentator. En mocht je denken, hè, wat hoor ik nou de hele tijd? Nou, dat is Nina. Die ligt in de kamer hiernaast. Met Peter. Met Thomas Cox. Maar... Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Jij bent voor het eerst dat jij Expeditie Robinson presenteert. Ja. Wij hebben elkaar daar gezien. Wij kenden elkaar natuurlijk van tevoren al. En ik vond het eigenlijk wel spijtig dat ik niet zeg maar even zo... Hey Kai! Ja, alles lekker man. Ja, rustig. Hoe is het? Hoe was je reis? Dat mocht niet. Ja. Jij was alleen maar dit zo aan het doen. Ik moest ook ineens de statige presentator uithangen. Ik moest natuurlijk wel een soort van overwicht houden. En ik moest rechtop staan. En ik moest jullie aankijken en zeggen... Beste expeditieleden. Maar dat is gek, want ik kende Hugo, ik kende Rijk, ik kende jou, ik kende nog wel een paar. En je hebt wel de neiging om elkaar even, zeker als je verder in het programma zitten. Je ziet dat mensen echt lijden. Dat je denkt van, ah, kom op, weet je wel, schouderklopje. Maar dat mocht niet. Eigenlijk bij de samensmelting was het voor het eerst dat het een beetje mocht. Dat ik Nicolette zeg maar even mocht knuffelen. Ja. Toen dacht ik, oh ja, fijn. Maar we zijn hier en we zijn weer terug. En we gaan een Expeditie Robinson aflevering kijken. Een belangrijke, want er gaat iets gebeuren wat jullie waarschijnlijk al weten. Spijtig. Dit wordt op woensdag geüpload. Dus daarom zijn we nu 3 dagen verder en weten jullie inmiddels allemaal wel dat ik eruit lig. We gaan nog even 1 keer door die marteling heen om ervoor te zorgen dat ik het voor eens en altijd een plekje kan geven. Maar wij hebben het natuurlijk allebei meegemaakt. Kijk, ik heb geen moment gehad dat ik dacht aan opgeven. Nee. Maar wel momenten dat ik dacht, jezus, dit is wel echt andere koek. Ja. Mijn broer. Pornhub. Gezellig. Account geblokkeerd wegens achterstallige betalingen. Oké, nou ja, goed. Zullen we gewoon gaan kijken? Ja, laten we gaan kijken. We lopen er net omheen te lullen. Kijk, dit is zo'n lekkere terugblik. Nou ja, dat hoeven we allemaal niet te bekijken. De bordjes kapot schieten. Mariana. Heb je dit gezien? Was je er live bij? Ja, tuurlijk. Ja. Ik zat achter dat heuveltje. Dus ik zat erachter en ik heb het gezien, ja. En ik dacht, fuck. Ik was ook benieuwd hoe Nicolette het zou gaan brengen naar jullie. Ja. En ze deed, wie gun jij de samensmelting niet? Die was nasty. Daar hebben Mariana even helemaal kapot geschoten. Aquasi en ik hebben dat op ons naam staan. Zij ligt uit het spel. Of toch niet? Weet je waar Mariana mij aan doet denken? Ken je Game of Thrones? Die blonde vrouw, die ridder? Ja, ik heb het niet allemaal gezien. Nee, hoe heet ze nou? Zoek hem even op. Game of Thrones, blond knight. Kijk hier deze. En iedere keer als ik Mariana zag lopen zo, moest ik aan deze vrouw denken. En dan kwam ook dat deuntje van Game of Thrones in mijn hoofd. Ja. Ik kon haar gewoon niet voorspellen. Maar wat gaat jou ontkennen? Oh, dat haar is nog wilder geworden, zie ik. Van mij? Ja, maar het is weer oké. Dat je eerste reactie. Nou, dat haar is nog wilder geworden. Nee, maar dat is om de stilte op te vullen. Ja. Zo van, eigenlijk mogen we elkaar helemaal niet, maar laat ik gewoon wat zeggen. Je haar! Even voor de mensen die het niet weten, we zouden dus eigenlijk allemaal iemand eruit stemmen, maar toen zei Mariana... Nee, ik doe toch even wat anders. En toen was Kim eruit en nu ontmoeten ze elkaar weer. Omdat je een paar keer tegen me gelogen hebt. Kom van Kim. Nee, dat heb ik helemaal niet gedaan. Nee, maar echt niet, dat heb ik niet gedaan. Omdat je een paar keer tegen me gelogen hebt. Wat was nou uiteindelijk de reden voor Mariana om Kim eruit te stemmen? Je kan zeggen wat je wil, maar toen wij als eerste aankwamen op dag 1, toen was er al een soort van... Mariana voelde zich niet helemaal geaccepteerd door de groep en Kim was een beetje het vrouwtje in... daar op het eiland, zo van de moeder, doe jij dit, doe jij dat. Misschien best wel intens ook. En op een gegeven moment dacht zij gewoon, ik ben klaar met jou. Was eigenlijk wel, hoe ik het heb ervaren, ook wel deels persoonlijk. Ja. We zitten allemaal op 1 eiland inmiddels. Dus je had eerst 2 eilanden, dat is nu 1. Hugo zit op Winnaars eiland, want hij was heel snel met een of andere kokosnoot. De meeste mensen zitten nu op het basiskamp. Ik wist niet eens dat zo heette. Want er zitten een paar mensen tussen die ik goed ken. Ik ken Thomas goed, ik ken Tim goed. Er zitten een paar mensen tussen die ik ook goed ken. Maar waarbij er wat gebeurd is, Sherry-Anne en Eva. En er zijn mensen, Aquasi, Fien, weet je, die ken ik ook al wel aardig, maar ik weet niet of ze helemaal te vertrouwen zijn. Dus ik moet nog even kijken hoe mijn plek in de groep is. Ja, dat was ook wel echt zo. De kaarten waren weer geschud. En ik moet heel eerlijk zeggen, het clubpie waar ik eigenlijk vanaf het begin af aan iets mee had, die waren eigenlijk allemaal wel een beetje gesneuveld. Ja, precies. Tim, die gaat op een gegeven moment naar Winnaars Eiland. Thomas was er nog, maar Kim was natuurlijk weg. Ja. Roy heeft op een gegeven moment opgegeven. Dus het werd allemaal net iets minder stabiel voor mij. En ik moet ook zeggen dat
dat je die samensmelting is geweldig. Dan eet je lekker met z'n allen en zit je daarna nog 4-5 uur aan de diarree en dan heb je helemaal nieuwe energie. Maar de dag daarna, je komt op dat nieuwe eiland, je hebt niet meer je eigen ploegie, dus alles is weer één. Je weet niet precies hoe de kaarten geschud zijn, wie wil wie eruit hebben. Ja. En dan krijg je dat rare gevoel dat je opnieuw vrienden moet maken. Daar heb je echt de energie niet meer voor. Exact. En daarom is Hugo is echt spekkoper dubbel, want bij het feit dat hij lekker op Binnens eiland zit en niet kan worden weggestemd, wordt hem die vervelende energie op dat eiland bij jullie ook bespaard. Ja. Precies, vervelende energie. Het voelde gewoon een beetje, iemand zei ook een soort slangenkuil of zo. Ja. Van ja, je weet gewoon niet meer hoe of wat. Nee. Een eetproef waarin niet wordt gegeten. Oh ja, erg hè dit. Dat is toch kut. Je ziet het, ze moeten even een puzzeltje doen. Nou ja, en als ze die puzzel niet snappen, kunnen ze wat gaan vreten. En dan krijgen ze een tip en dan is hij makkelijker. Ja. Enige nadeel is, de proef is te makkelijk. Ja. Daardoor eten ze niks. Dit. Dit is een soort embryo met een half dood ding. Dit is zo ranzig. Shelly moest dit in ons seizoen eten. Die heeft gewoon 4 weken lang plofkippen gescheten. Want dit is gewoon een volwaardig kuiken wat je opvreet. Ja. Hier, Kim nam hier even de tijd. Dit is heel stom geweest. Ja, hier, Kim die nam even... Want hier maakt ze zich mentaal al kapot. Want je gaat er naar kijken en je denkt... En niet meer gefocust op het spel. En je gaat dat ding nooit meer opeten. Want je neemt er lang de tijd voor. En je gaat ook weer niet terug naar de puzzel. Dus ze gaat iets even verkeerd. Maar dit is toch wel kut, dan heb je een eetproef en dan eet er niemand. Ik blijf het toch raar vinden, dat was eigenlijk ook een beetje met Rijk. Ik snap dat het moet, hè, het programma, maar het is voor Kim denk ik best wel een rare manier om het programma te verlaten. Normaal ga je bij een eilandraad, neem je afscheid van iedereen. In een soort hoogtepunt. Krijg je een soort van terugblik op je expeditie. En hier halverwege zo'n aflevering stap je dan ineens naar buiten. Ja. En dan is het voorbij, dit is best wel een soort van cru ook, hè. Normaal gesproken als jullie deze expeditievideo's kijken, dan gaan we heel erg alle proeven langs. Maar ik vind het eigenlijk leuker om gewoon even wat meer over expeditie Robinson te praten. Ja, zeg maar. Dus om hier wat stukjes als leidraad. Ik wil me heel graag aan ons bondje houden en ook aan de eerste, weet je, de eerste persoon die we eruit hebben zouden gaan stemmen. Ja. Dit is ons bondje die we met z'n vijf hebben. Ja. Staat die nog? Ja. Ik sta er 100% achter. Wie gaan we als eerste uit? Ik denk dat het slimste is om Calvin het eerst uit te halen. Het blijft kut om te horen. Heb je zoiets bij jezelf? Wilden ze jou op een gegeven moment eruit? Nou, ik heb het geluk gehad. Ik ging na de samensmelting ook, net als Hugo, direct naar Finalisten Eiland. Ja. En ik ben daar nooit meer weggegaan. Nee? Nee. Ik heb dus de hele tijd die proeven gewonnen. Dus ik ben nooit meer teruggegaan naar het basiskamp. Gelukkig. Dus ze wilden mij er wel uit hebben. Maar je kon bij ons je stemmen gewoon in één keer inzetten. Dus je kon gewoon in één keer 9 stemmen inzetten. Had je de rest van de expeditie geen stemmen meer. Maar dan kon je dus wel echt in één, op één avond, zeg maar, bij één eilandraad, kon je gewoon dat hele spel saboteren. En dan moest je daarvoor zorgen dat je de proef won en dat je nooit meer terugkwam. Godverdomme. De paprika's zijn gewoon zwart van binnen, man. Ik vind het gek dat die gozer zo raar is geworden. Hè? Nou, we staan met Thomas. Wat voor gevoel heb jij erbij? Ik waardeer hem heel erg. Maar als ik zie wat hij doet... Ja, helemaal niks. Helemaal geen humor. Ook die shot dat hij ligt. Met die dikke pants zo. Met de volkszangers uiterlijk. Oh, ja, ik ga even liggen hoor. Zo, Thomas deed echt geen reet. Alles op alles zetten om niet te worden weggestemd. Bam. Met je zweterige voorhoofd. Jij deed echt om de 30 seconden deze zo tissue zo. Hey, het was daar 50 graden gek. Het leek wel een soort van een paprika kas van binnen. Dat is niet 50 graden, kan ik je vertellen. Nee? Met welke temperatuur worden paprika's kamertemperatuur. Ja, echt? Nee, weet ik veel joh. Het was daar 50 graden. Het is wel heel raar vind ik hoor. Dan kom je daar weer aan en dan kom je weer bij zo'n gelikte presentator. Die heeft weer even lekker helemaal zo netjes een doekje. En nu zit ik daar met zand tussen mijn aan. Dat is het basisprogramma, ja. Maar voordat we vandaag gaan beginnen, heb ik nog een kleine verrassing voor jullie. Yeah boy. Kom ze hoor. Echt, zo kut. Hier, het zou mijn moeder kunnen zijn. Ja, het zal het weer niet. Het is altijd hetzelfde liedje, net als je het niet verwacht. En ik denk alleen maar... Kijk ook hier naar Thomas en je zegt, nu staat het er heel slecht voor. Hallo lieverd. Nou, dan gaan we een proef doen waarin je iets moet bouwen. Nou, dat zie je hier. Dit is Tim's ding. Ja. Zijn hand-oogcoördinatie is absurd. En ik zag hem in mijn ogen dat hij heel lekker ging. Jij zei ook, Tim is al bij de derde verdieping. Het enige waar ik op kon hopen was dat die van Tim even omviel. En dan had ik hem wel gehad voor mijn gevoel. Ik heb hem staan blazen, hè. Ja? Tim. Goed. Focus, jongen. Bam. En de winnaar is Tim! Ja! Goed zo! Basie. Wat je dan voelt is natuurlijk blijdschap, vreugde omdat je hebt gewonnen. Je kan naar Winnaars Eiland.
mijn grote maat, mijn grote vriend. Tim, ik gun het je van harte. Maar ik vond het wel kut. Hoe dan? Ik snap die keuze niet, man. Kijk, als ik met hem naar Winners Eiland ga en ik kwam terug ja. met mijn blije kop, ja, dan konden wij gewoon niet meer in de gaten houden wat er overal gebeurde. Klopt, dat is waar. Dat is een beetje hoe ik het dacht. Nou, ga even naar de eilandraad, want er vliegt iemand uit. Dit vond ik wel mooi om te zien. Eva Kleven heeft gewoon nog op Mariana gestemd. Ja. Eva, ik zag haar vorige week en toen knuffelde ze mij. En toen zei ze, je weet dat ik niet op jou gestemd heb, hè? Toen dacht ik, echt niet? Dat wist je niet? Nee, wist ik niet. Nee. Het hele stemmen gebeuren was ik helemaal vergeten. Ja. Dit is voor mij gewoon een zwarte vlek vaas. In mijn geheugen. Ja. Zullen we leuk stellen? Ja. Mariana... Die was er hier echt van overtuigd dat zij naar huis ging. Ja? Die heeft 10 keer tegen mij gezegd, Kel, I'm a dead man walking, allemaal dat soort Mariana-kreten, weet je wel, er doorheen gegooid. Die was echt overtuigd dat zij de lul was. Mm. En daardoor dacht ik ook extra van, oh, ja, nou, het kan bijna niet anders dat zij eruit gaat. Kalfai, je bent echt veel te goed. Finn. Kijk dit ook. Net even achter de schermen wat van Kai gekregen. Ik wou het zeggen, die jongen zag er zo moe uit. Ik zeg hier, nee maar, er staat op de Filipijnen toch geen doodstraf op. Ja, mooi. Ik kan hier zo weinig van herinneren, jongen. Nee. Dit was voor mij echt een waaspik. Koffie. Marianne. Drie voor Calvin, drie voor Mariana. Kijk, Thomas en ik waren echt met elkaar, we hadden ook gewoon met elkaar afgesproken, we gaan gewoon vol op Mariana. Ja. Dat is het, en dat doet de rest ook. Toen gebeurde dit, toen dachten we allebei, god. Ja, want nu komen we handjes tekort, dus nu kan het al bijna niet meer. Nee. De achtste stem, Calvin. Godzie, dikke. Kut! Ik wist gewoon, nu wist ik gewoon. De negende stem. Ze hebben een maloer gedraaid. Calvin. Wie, Mariana snapte er ook niks van hier. Weet je wat ik mooi vond? Nou? Kijk, hier heb ik al 6 stemmen tegen gekregen. Ja. 6-3. Mm. En Nicolette zegt de laatste stem. Ja, denk ik dan, ja, ik dicht eruit. Ja. Zeg nou maar gewoon. Yes. Nee, jongens, we weten het al lang. Ja. Calvin. Je ziet hem niet aankomen. Godverdomme! Ja. Ik denk dat ik gewoon iets te veel uit ben gegaan van de goedheid in de mens. En gewoon een beetje, ik dacht het loopt wel zoals het loopt. Ja. En weet je waar dat ook een klein beetje door kwam? Nou? Door Tim. Ja. Want Tim was ook zo. Tim die zat ook gewoon met zijn hoofd, ik ga gewoon die proeven doen, ik ga genieten, ik ga overleven. Dacht ik, ja, dit is wel een lekkere manier om dit te doen. Het zie je jullie wel, want dat zag je ook wel aan jullie. En vandaar dat ik in het begin zei, volgens mij fladder jij er doorheen. Ja. Weet je, het is ook wel lekker om er niet te veel mee bezig te zijn. Want dan geniet je misschien wel echt van expedities zoals het is. Dus de spellen, het eilandleven. Ja, daar heb ik eigenlijk geen spijt van. Ook al had ik er langer in willen zitten. Ook op deze dag, na de samensmelting, zeiden Thomas en ik ook een paar keer tegen elkaar, laten we gewoon genieten. Ik wil eigenlijk gewoon Mariana eruit, want zij fokt gewoon een beetje die sfeer op. Maar ja, dat is niet echt de manier om te winnen, blijkbaar. Nee, je ontkomt er niet aan dat je toch een soort politiek spel moet gaan spelen op een gegeven moment. Ik vond je echt een toffe kandidaat. En ik was blij dat ik dat je eruit was gestemd, dat wij nog even konden praten. Ja, vond ik ook. Je hebt gerookt, hè? Zeker. Toen heb jij me verteld dat eigenlijk iedereen van de hele crew gewoon elke avond helemaal dronken wordt en zo. Maar ja, dat hebben we helemaal niet doorgekregen op het eiland. Goed, bedankt voor het kijken, Kai. Dankjewel. Mag het nu wel? Of nee. Doe dan een elbow even of zo. Pam, top. Kai, dankjewel dat je er was. Thanks, man. Volgende week weer een uitzending van Expeditie Robinson zonder mij. Ja, zo inderdaad. Maar wel met Kai. Wel met mij, dus kijken. Doei! Yeah.